Gisteren werd er in Brussel nog betoogd tegen de gasboetes. Ook in Antwerpen weigerde de jongerenafdeling van de meeste politieke partijen zich neer te leggen bij wat de oudere garde beslist heeft. Wij vinden dat een bepaald opzoeken van de grenzen, experimenteel jongerengedrag, dat hoort bij het proces van opvoeden en opgroeien. Mm-hmm. En dat daar hoort, en uiteraard moet je excess altijd bestraffen, maar daar heb je je strafrecht voor en als het minderjarigen zijn, je jeugdrecht voor. Op dit moment heb je gewoon carte blanche wanneer het op gasboetes komt. Wij hebben al bij Animo voor die abscessen gewaarschuwd en nu zitten dat al etteren. Bijvoorbeeld in Denderleeuw zie je nu dat mensen die de Franstalig durven te spreken, ze gaan een gasboete mogen verwachten. Bij de politieke partijen zelf is enkel PVDA tegen de gasboetes. Dat is de basis van het gassysteem, dat is sociale problemen aanpakken door repressie in plaats van door met de mensen te gaan spreken. En daarom zijn wij fundamenteel tegen de basis van de gasboetes en willen wij die volledig even over de gasboetes en dan wil ik En ook bij N-VA staan partijbestuur en jongerenafdeling op dezelfde lijn. Zij vinden gasboetes een goed instrument. Ja, ik ben zelf absoluut niet tegen de gasboetes. Aha. Gewoon als we de cijfers er ook bij kijken, 80% van de gasboetes worden geïnd voor slaagstorten. Ik denk dat iedereen zich er wel aan kan vinden dat daar iets moet aan gedaan worden, dat slaagstorten niet kan.